En het gemeentebestuur van Hengelo zou zijn plicht verzaken wanneer het niet uitbuitte de natuurlijke voordelen van zijn haven. Maar een ongezonde concurrentie, die uiteindelijk ook niet is in het belang van de consument, zal het niet voeren. Het is doordrongen van het besef dat niet een havenpolitiek mag worden gevoerd die niet in het oog zou houden het doel waarmee het kanaal werd gegraven, voorspoed en welvaart te brengen in heel Twente. Met deze wens geef ik de Hengeloze haven aan haar bestemming over. Ik dank u.